Hoe zien wij Jezus in de volgende generatie? Daarover gaat het vanmorgen in dit seminar. En ik vind het ontzettend mooi om jullie te ontmoeten vanmorgen met Hart voor Jongeren. Ik zal me vanmorgen vooral richten op Gen Z. Geheim verhaal voor sommigen van jullie waarschijnlijk bekend, maar dat de jongeren van 17 tot 22 jaar en eigenlijk ook iets breder hoor. Eigenlijk van 12 en ouder. We hebben het verlangen dat zij Jezus kennen. Thema voor de conferentie is, maar wij zien Jezus. Maar zien zij het ook? En zien zij Jezus ook in ons? Want dat is zo cruciaal bij de overdracht van het geloof ook. Je zou kunnen zeggen in alle leeftijdsfasen, jonge kinderen, maar zeker ook als ze op cruciale leeftijden komen waar ze een belangrijke beslissing moeten nemen. Zien zij dan Jezus in de generatie boven zich? We zien het soms, dit is mijn verlangen, u prijzen Heer. En ik denk er wel eens bij, dit is ook mijn verlangen dat zij u prijzen. Niet dat ik niet aan mezelf wil denken, want ik prijs de Heer heel graag. Maar het is een diep verlangen van mij dat onze kinderen, onze jongeren, Jezus kennen, hem volgen, heel bewust zich aan hem toevertrouwen. Apostel Johannes, die zegt in een van zijn brieven, ik heb geen grotere vreugde, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En dat herken ik heel erg. We hebben zelf 5 kinderen, onze oudste is er bijna 20. De jongste is 3 geworden en de middelste vandaag 14. Nou, ik weet niet of men dat recht van spreken geeft in opvoeding. Perfect gaat het niet, verre van. Maar ik heb het ook niet allemaal uit een boekje, om het zo te zeggen. Maar ik hoop dat u het herkent. Dat het mooi is als je nou zelf kinderen hebt, of misschien niet, en je bent in het jeugdwerk betrokken, of misschien dat niet. De jongeren van kerk zijn ook onze jongeren. En het mag ons verlangen zijn dat zij bewust zich aan de Heer overgeven en hem volgen in hun leven. En soms kan het best wel wat zorg geven, haken ze niet af. Misschien zit je hier wel met dat verdriet bij je. Dat je zo graag ze naar Jezus had geleid, zoals Andreas dat ooit met Petrus deed. En dat ze hem zouden volgen, maar daar is nog geen sprake van. Of misschien is het een zorg voor je, van haken ze wel aan. Als ze die lastige vragen gaan stellen. Of ze stellen helemaal geen vragen. En je ziet ze als het ware een beetje wegleiden van het geloof. Dat mag onze zorg zijn, onze gezamenlijke zorg en ons gezamenlijk gebed. Hoe geven we het evangelie door aan de volgende generatie? Opdat zij het weer doorgeven aan de volgende generatie. En het zo verder en verder gaat. En wat is dan Gods roeping voor ons om de jongeren naar het evangelie te leiden? Voordat we de jeugdcultuur wat induiken, dat wil ik straks doen en met jullie stilstaan, wat komt er allemaal op onze jongeren af? En wat vraagt God dan van ons? Het kan al heel gauw je onder de huid gaan zitten in de zin van, ja, ik voel me wat overvraagd of zo. Lastig, het is haast te veel. Lijkt het me goed om maar te beginnen bij die tekst waar het thema vandaan komt. Het is een tekst uit Hebreeën 2, het is ongetwijfeld al vaak, ik heb het zelf ook gehoord in deze conferentie, naar voren gekomen, maar wij zien Jezus. Maar daarachteraan staat met heerlijkheid en eer gekroond. En dat wil zeggen dat als wij Jezus zien, al zien wij nog niet dat we in alle dingen onderworpen zijn, we zien dus heel veel niet, maar in het geloof is onze blik gericht op Jezus, die de leeuw van Juda is, en het lam dat staat als geslacht, die de dood heeft overwonnen, de prijs heeft betaald en gezeten is in glorie. En dat is zo belangrijk. Dat ook als we het over deze dingen hebben, dat onze blik gericht is op Jezus. En dat er hoop is, ook voor jongeren die soms in een verwarrende tijd zo moeilijk hun weg kunnen vinden, maar dat ze ook zij leren zien, maar dat wij het ook mogen zeggen. Wij zien Jezus boven alles uit. Hij is het lam volgens Openbaring 5, dat staat als geslacht. Wat bij machten is, de bevoegdheid heeft de zegels te verbreken, de wereldgeschiedenis voort te laten gaan tot op de dag van Jezus Christus. En er valt hem niemand uit de hand. En als wij bidden voor de volgende generatie, mogen we ons daardoor enorm aangespoord weten. Er is iemand die boven het hele wereldtoneel uittroont, boven onze zorgen. En we vieren in deze dagen Pinkster.
En als we Pinksteren vieren, dan staan we ook stil bij de rijke belofte die God gegeven heeft. Belofte al vanuit het Oude Testament. Ik heb er maar één, want je moet een keuze maken uit de zoveel. Maar kijk eens wat hier staat in Psalm 100. De Heer is goed, zijn goedheid is voor eeuwig. En zijn trouw van generatie op generatie. Ik heb mij als opvoeder, maar ook op school ervaar ik dat en in de gemeente heel vaak gerealiseerd. Als het van mij alleen af zou hangen, dan denk ik niet dat het goed zou komen. Als opvoeder faal je hoe dan ook. En je kunt heel veel dingen goed doen. En dat je fouten maakt is ook zo erg niet als je er ook een beetje op terug kan komen. En echt in gesprek kan gaan. Maar wat is het belangrijk dat we een God van trouw hebben. Die nooit verlaat wat zijn hand begon. Ik zei al over de Pinksteren. En laten we dan zeker ook niet vergeten dat de Heilige Geest is uitgestort. En waar wij nog wel eens de neiging hebben om te zeggen, kinderen zijn de kerk van de toekomst. Denk ik dat de Heilige Geest zegt, kinderen zijn de kerk van vandaag. En jongeren zijn niet onderweg om dan voor het echt niet mee te gaan doen in de kerk. Maar de jongeren zijn ook de kerk van vandaag. En ze staan zeg maar op de radar van de Heilige Geest. Die ons de belofte heeft gegeven. Dus een citaat uit Joël, wat Petrus aanhaalt in Handelingen 2. Als hij vertelt wat er nu aan het gebeuren is, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. Dan zegt hij, het zal zijn in die laatste dagen, zegt God. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. Dus over alle generaties heen gaat God door met zijn werk. En ik wil er heel graag met deze bemoediging beginnen. Omdat je anders misschien denkt van, is het niet te veel gevraagd? Het is boven mijn macht. En inderdaad, wij werken altijd boven onze macht. Maar wat geeft het? Als er een Heilige Geest is uitgestort, die juist op momenten dat wij onze jongeren moeilijk kunnen bereiken, dat de Heilige Geest ze, no matter what, echt kan bereiken. En daarom mogen we veel verwachten van het gebed. Dat noem ik niet, ik kom er straks nog een keer op terug, ik noem het niet als, ja, we moeten natuurlijk het gebed ook noemen, maar wat is dat belangrijk, dat we biddend om onze jongeren heen staan. Nu hoop ik eigenlijk ook, en ik heb jullie denk ik meer licht op mij staan dan ik op jullie, maar ik hoop eigenlijk dat we ook de jongeren in de zaal hebben. Laat even van je horen als je vindt dat je jongeren bent. En die jongeren kijken. Ah, kijk, dat is klaar. Dat is goed. Fantastisch. Mooi. Dat houdt ons mooi scherp. Waarom? Omdat we anders misschien wel heel snel de neiging hebben om te zeggen, ja, wij als volgende generatie. Ik ben al niet eens meer een millennial geloof ik. Ik hoor echt tot de dinosaurus al. Maar we denken vaak, wij zullen eens over de jongeren gaan hebben om het dan door te geven. Wat ik in dit seminar heel graag wil doen, is ook luisteren naar de stem van de jongeren. Want ik geloof dat in een wederkerigheid we echt verder kunnen komen. Dat dat gezegend is. En om dat te doen, duik ik even een onderzoek in. Misschien heeft u het wel in het nieuws meegekregen dat The Open Generation, zo'n onderzoek van de Barna Group en in opdracht van World Vision, Alpha International en Biblica, die hebben een onderzoek gedaan onder jongeren wereldwijd. Ze hebben 26.000 jongeren onderzocht, bevraagd om te kijken naar Jezus en gerechtigheid en de Bijbel. En een paar dingen grijpen, je kunt als je een beetje gaat googlen op internet, kun je dat onderzoek makkelijk tegenkomen. Je kunt ook de samenvattingen ervan lezen enzovoort. Ik pluk er even een paar dingen uit. De generatie wordt getypeerd als open en inclusief. Open, dat wil zeggen met een hele open blik om zich heen kijken. Open ook in de zin van geen gesloten grenzen. Een open generatie en inclusief. Natuurlijk, dit is generaliserend. Hè? Het gaat niet over elke jongere. Maar toch belangrijk om te zien als je naar die 26.000... jongeren kijkt, dan zouden ze zo getypeerd kunnen worden. En ze zijn erg op zoek naar waarheid, authenticiteit en verandering. Het zijn ook nog algemene termen, maar toch belangrijk. Ze willen dat het ergens over gaat, het moet waarheid zijn. Maar tegelijk ook echtheid, authenticiteit. En we staan ook open voor verandering. Je kunt niet maar doorgaan zoals het gaat. Er moeten soms ook echt dingen anders. Deze generatie noemen we wel generatie Z of Gen Z, zoals het in het kort wordt gezet.
gaat over jongeren geboren tussen 1997, wordt wel alles wat over gediscussieerd, maar ongeveer 1997 tot 2012. Dat is een behoorlijke grote generatie, daartussen zitten natuurlijk ook verschillen, maar dat pakken we maar even als leeftijdsgroep voor generatie Z. Z staat dan, zeggen sommigen dan, niet voor boomers, maar voor zoomers. Dus het is de digitale generatie. Ik kom daar straks nog even op toe. En het aparte is, en ook het goede, het onderzoek heeft zich gefocust op hoe gaan wij om met gerechtigheid. Hoe kijken jongeren naar de dingen die echt vanuit het evangelie ook in Gods schepping moeten gebeuren. En dan blijkt dat velen toch wel de druk voelen, want het gaat niet goed met de wereld. Die klimaatverandering die ligt ons als molensteen in de nek. Dat is ongelooflijk lastig, maar tegelijk laat het onderzoek zien dat maar 5% van de jongeren het gevoel heeft dat ze er nog iets aan kunnen doen. En ik denk dat is niet eens iets alleen voor de jongeren, dat is iets wat ik ook wel herken. Dat je zegt, de wereldproblemen, de oorlogen, de onrust, de crisissen die er zijn, die zijn best heel groot. En je voelt je soms wat ongemakkelijk van, helpt het om er wat aan te doen? En dan krijg je een diffuus beeld. Enerzijds zie ik met name jongeren dat ze radicale keuzes maken en zeggen, oké, dan doen we daar wat aan, dan wil ik mijn steentje bijdragen. En tegelijk zijn de problemen zo groot dat je eigenlijk zegt, wat kan ik doen? Maar moet je je voorstellen dat maar 5% van die 26.000 zegt, we kunnen nog eens ergens de schouders onder zetten. Maar voor de rest ligt die druk er wel en dat doet wat met je. Het is een generatie, zeggen we wel eens, die toch in de crisis groot geworden is. En ik heb erover na zitten denken en ik herken dat wel, want ik weet nog dat toen ik jong was, toen zaten we echt te mijmeren van hoe zal het verder gaan. Hè? Met andere woorden, the sky is the limit. Wat voor dingen zullen er uitgevonden worden? Het leek wel beter en beter aan die generatie weer boven mij. Die had de struggles van de naoorlogse tijd meegemaakt en de wederopbouw, de ruwe jaren enzovoort. Maar toen zaten we in de lift en het werd mooier en de wereld lag voor onze voeten en de technologie ontwikkelen. Natuurlijk hielden we wel eens ons hart vast, maar je kon toch aardig mijmeren. Maar ik heb echt het idee dat de jongeren van vandaag de dag eigenlijk wel denken van ja, wordt het allemaal wel beter in de wereld? En dat die druk gevoeld wordt. Van ja, hoe ga ik leven in een wereld met crisis? Financiële crisis hebben ze meegemaakt, misschien niet heel bewust, maar toch dat dingen omver gaan, zekerheden. En er is een huizencrisis waar de jongeren aardig mee zitten, begint met kamers en dan huizen. En de klimaatcrisis, en zo hebben we nog wel wat crisis. Ik zal niet zeggen, het is de crisisgeneratie, helemaal niet, dat zou overdreven zijn, maar toch denk ik dat het goed is dat we beseffen dat, al lijken ze misschien wel eens heel onverschillig door de wereld te lopen, zo van ja, kan mij die wereld schelen, maar dat over het algemeen de druk toch aardig gevoeld wordt, de overmacht. Wat kan ik eraan doen? Nou, mede naar aanleiding van dit onderzoek kwam er onder christelijke jongeren in Nederland de behoefte om een open brief te schrijven aan de kerk. Ook dat kunt u lezen in het nieuws. Misschien heb je de brief al wel gelezen. Je kunt hem bijvoorbeeld downloaden via EOB. Daar kun je lezen dat aan dominees, kerkleiders, voorgangers met name, en zo aan alle kerken de jongeren gezamenlijk een soort noodkreet hebben laten uitgaan. Een brief, ik verwacht niet dat u dit nu gaat lezen hoor, maar ik ga hem zelf wel even voorlezen en een paar dingen eruit lichten. Maar juist om te luisteren naar die stem van de jongeren. Wat willen jongeren duidelijk maken? Wat zouden ze ook richting de kerk willen zeggen? Vooral als je bedenkt dat uit het onderzoek bleek dat onder de Nederlandse jongeren maar 6% echt ervoor gekozen heeft om Jezus te volgen. 6%. Dat is niet veel. Zeker niet als je vergelijkt met jongeren wereldwijd, want die zitten op 22%. Dus Nederland is echt een bovengemiddeld geseculariseerd land en onze jongeren voelen dat. Maakt natuurlijk uit waar je groot wordt, maar toch is dat van belang. Maar 6%. En ja, dat zit ook wel een beetje in een brief. Er zit een soort noodkreet in. Van alsjeblieft, er is iets aan de hand. En we hebben jullie nodig. Ik ga de brief even voorlezen. Ik lees hem voor en ondertussen pik ik er eventjes een paar dingen uit. Aan alle voorgangers, dominees en kerkleiders van Nederland, dus alle andere kerken. Met deze brief willen wij laten weten wat we meemaken, hoe we ons voelen en wat onze zorgen zijn.
We zijn de 6% Nederlandse jongeren die onszelf hebben toegewijd aan een leven met God. Wij geloven al ziet dat er heel verschillend. Dankjewel voor de vriendelijke mooie introductie en het gebed. Hoe zien wij Jezus in de volgende generatie? Daarover gaat het vanmorgen in dit seminar. En ik vind het ontzettend mooi om jullie te ontmoeten vanmorgen met Hart voor Jongeren. Ik zal me vanmorgen vooral richten op Gen Z. Geheim verhaal voor sommigen van jullie waarschijnlijk bekend, maar dat de jongeren van 17 tot 22 jaar en eigenlijk nog iets breder hoor. Eigenlijk van 12 en ouder. We hebben het verlangen dat zij Jezus kennen. Thema voor de conferentie is, maar wij zien Jezus. Maar zien zij het ook? En zien zij Jezus ook in ons? Want dat is zo cruciaal bij de overdracht van het geloof. Ook, je zou kunnen zeggen, in alle leeftijdsfasen, jonge kinderen, maar zeker ook als ze op cruciale leeftijden komen waar ze belangrijke beslissingen moeten nemen. Zien zij dan Jezus in de generatie boven zich? Wij zien soms, dit is mijn verlangen, u prijzen, Heer. En ik denk daar wel eens bij, dit is ook mijn verlangen, dat zij u prijzen. Niet dat ik niet aan mezelf wil denken, want ik prijs de Heer heel graag. Maar het is een diep verlangen van mij dat onze kinderen, onze jongeren, Jezus kennen, hem volgen, heel bewust zich aan hem toevertrouwen. Apostel Johannes, die zegt in een van zijn brieven, ik heb geen grotere vreugde, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En dat herken ik heel erg. We hebben zelf 5 kinderen, onze oudste is er bijna 20. De jongste is 3 geworden en de middelste vandaag 14. Nou, ik weet niet of ik me dat recht van spreken geeft in opvoeding. Perfect gaat het niet, verre van. Maar ik heb het ook niet allemaal uit een boekje, om het zo te zeggen. Maar ik hoop dat u het herkent. Dat het mooi is als je nou zelf kinderen hebt, of misschien niet, en je bent in het jeugdwerk betrokken, of misschien dat niet. De jongeren van kerk zijn ook onze jongeren. En het mag ons verlangen zijn dat zij bewust zich aan de Heer overgeven en hem volgen in hun leven. En soms kan het best wel wat zorg geven, haken ze niet af. Misschien zit je hier wel met dat verdriet bij je, dat je zo graag ze naar Jezus had geleid, zoals Andreas dat ooit met Petrus deed, en dat ze hem zouden volgen, maar daar is nog geen sprake van. Of misschien is het een zorg voor je, van haken ze wel aan, als ze die lastige vragen gaan stellen. Of ze stellen helemaal geen vragen en je ziet ze als het ware een beetje wegleiden van het geloof. Dat mag onze zorg zijn, onze gezamenlijke zorg en ons gezamenlijk gebed. Hoe geven we het evangelie door aan de volgende generatie? Opdat zij het weer doorgeven aan de volgende generatie. En het zo verder en verder gaat. En wat is dan Gods roeping voor ons om de jongeren naar het evangelie te leiden? Voordat we de jeugdcultuur wat induiken, dat wil ik straks doen en met jullie stilstaan, wat komt er allemaal op onze jongeren af? En wat vraagt God dan van ons? Het kan al heel gauw je onder de huid gaan zitten in de zin van, ja, ik voel me wat overvraagd of zo, lastig, het is haast te veel. Lijkt het me goed om maar te beginnen bij die tekst waar het thema vandaan komt. Het is een tekst uit Hebreeën 2, het is ongetwijfeld al vaak, ik heb het zelf gehoord in deze conferentie, naar voren gekomen, maar wij zien Jezus. Maar daarachteraan staat met heerlijkheid en eer gekroond. En dat wil zeggen dat als wij Jezus zien, al zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, we zien dus heel veel niet, maar in het geloof is onze blik gericht op Jezus, die de leeuw van Juda is en het lam dat staat als geslacht, die de dood heeft overwonnen, de prijs heeft betaald en gezeten is in glorie. En dat is zo belangrijk, dat ook als we het over deze dingen hebben, dat onze blik gericht is op Jezus. En dat er hoop is, ook voor jongeren die soms in een verwarrende tijd zo moeilijk hun weg kunnen vinden, maar dat ze ook zij leren zien, maar dat wij het ook mogen zeggen. Wij zien Jezus boven alles uit. Hij is het lam volgens Openbaring 5, dat staat als geslacht, wat bij machten is, de bevoegdheid heeft de zegels te verbreken, de wereldgeschiedenis voort te laten gaan op de dag van Jezus Christus.
En er valt hem niemand uit de hand. En als wij bidden voor de volgende generatie, mogen we ons daardoor enorm aangespoord weten. Er is iemand die boven het hele wereldtoneel uittroont. Boven onze zorgen. En we vieren in deze dagen Pinksteren. En als we Pinksteren vieren, dan staan we ook stil bij de rijke belofte die God gegeven heeft. Belofte al vanuit het Oude Testament. Ik heb er maar één, want je moet een keuze maken uit de zoveel. Maar kijk eens wat hier staat in Psalm 100. De Heer is goed, zijn goedheid is voor eeuwig. En zijn trouw van generatie op generatie. Ik heb mij als opvoeder, maar ook op school ervaar ik dat en in de gemeente heel vaak gerealiseerd. Als het van mij alleen af zou hangen, dan denk ik niet dat het goed zou komen. Als opvoeder faal je hoe dan ook. En je kunt heel veel dingen goed doen. En dat je fouten maakt is ook zo erg niet dat je er ook een beetje op terug kan komen. En echt in gesprek kan gaan. Maar wat is het belangrijk dat we een God van trouw hebben. Die nooit verlaat wat zijn hand begon. Ik zei al over de Pinksteren. En laten we dan zeker ook niet vergeten. Dat de Heilige Geest is uitgestort. En waar wij nog wel eens de neiging hebben om te zeggen. Kinderen zijn de kerk van de toekomst. Denk ik dat de Heilige Geest zegt, kinderen zijn de kerk van vandaag. En jongeren zijn niet onderweg om dan voor het echt niet mee te gaan doen in de kerk. Maar de jongeren zijn ook de kerk van vandaag. En ze staan zeg maar op de radar van de Heilige Geest. Die ons de belofte heeft gegeven. Dit is een citaat uit Joël, wat Petrus aanhaalt in Handelingen 2. Als hij vertelt wat er nu aan het gebeuren is, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. Dan zegt hij, het zal zijn in die laatste dagen, zegt God. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Dus over alle generaties heen gaat God door met zijn werk. En ik wil heel graag met deze bemoediging beginnen. Omdat je anders misschien denkt van, is het niet te veel gevraagd? Het is boven mijn macht. En inderdaad, wij werken altijd boven onze macht. Maar wat geeft het? Als er een Heilige Geest is uitgestort, die juist op momenten dat wij onze jongeren moeilijk kunnen bereiken, dat de Heilige Geest ze, no matter what, echt kan bereiken. En daarom mogen we veel verwachten van het gebed. Dat noem ik niet, ik kom er straks nog een keer op terug, ik noem het niet als, ja, we moeten natuurlijk het gebed ook noemen, maar wat is dat belangrijk, dat we biddend om onze jongeren heen staan. Nu hoop ik eigenlijk ook, en ik heb jullie denk ik meer licht op mij staan dan ik op jullie, maar ik hoop eigenlijk dat we ook de jongeren in de zaal hebben. Laat even van je horen als je vindt dat je jongeren bent. En die jongeren krijgen. Ah, kijk eens aan, dat is goed. Fantastisch. Mooi. Dat houdt ons mooi scherp. Waarom? Omdat we anders misschien wel heel snel de neiging hebben om te zeggen, ja, wij als volgende generatie. Ik ben dan niet eens met een millennial geloof ik. Ik hoor echt tot de dinosauriërs al. Maar we denken vaak, wij zullen eens over de jongeren gaan hebben om het dan door te geven. Wat ik in dit seminar heel graag wil doen, is ook luisteren naar de stem van de jongeren. Want ik geloof dat in een wederkerigheid we echt verder kunnen komen. Dat dat gezegend is. En om dat te doen, duik ik even een onderzoek in. Misschien heeft u het wel in het nieuws meegekregen dat The Open Generation, een onderzoek van de Barna Group en in opdracht van World Vision, Alpha International en Biblica. Die hebben een onderzoek gedaan onder jongeren wereldwijd. Ze hebben 26.000 jongeren onderzocht, bevraagd om te kijken naar Jezus en gerechtigheid en de Bijbel. En een paar dingen grijpen, maar je kunt als je een beetje gaat googlen op internet, kun je dat onderzoek makkelijk tegenkomen. Je kunt ook de samenvattingen ervan lezen enzovoort. Ik pluk er even een paar dingen uit. De generatie wordt getypeerd als open en inclusief. Open, dat wil zeggen met een hele open blik om zich heen kijken. Open ook in de zin van geen gesloten grenzen. Een open generatie en inclusief. Natuurlijk, dit is generaliserend. Het gaat niet over elke jongere. Maar toch belangrijk om te zien als je naar die 26.000... jongeren kijken, dan zouden ze zo getypeerd kunnen worden. En ze zijn erg op zoek naar waarheid, authenticiteit en verandering. Het zijn ook nog algemene termen, maar toch belangrijk. Ze willen dat het ergens over gaat, dat moet waarheid zijn. Maar tegelijk ook echtheid, authenticiteit. En we staan ook open voor verandering. Je kunt niet maar doorgaan zoals het gaat. Er moeten soms ook echt dingen
anders. Deze generatie noemen we wel generatie Z of Gen Z, zoals het in het kort wordt gezet. Gaat over jongeren geboren tussen 1997, wordt wel eens wat over gediscussieerd, maar ongeveer 1997 tot 2012. Dat is een behoorlijke grote generatie, daartussen zitten natuurlijk ook verschillen, maar dat pakken we maar even als leeftijdsgroep voor generatie Z. Z staat dan, zeggen sommigen dan, niet voor boomers, maar voor zoomers. Dus het is de digitale generatie. Ik kom daar straks nog even op toe. En het aparte is, en ook het goede, het onderzoek heeft zich gefocust op hoe gaan wij om met gerechtigheid. Hoe kijken jongeren naar de dingen die echt vanuit het evangelie ook in Gods schepping moeten gebeuren. En dan blijkt dat velen toch wel de druk voelen, want het gaat niet goed met de wereld. De klimaatverandering die ligt ons als molensteen in de nek. Dat is ongelooflijk lastig, maar tegelijk laat het onderzoek zien dat maar 5% van de jongeren het gevoel heeft dat ze er nog iets aan kunnen doen. En ik denk dat is niet eens iets alleen voor de jongeren, dat is iets wat ik ook wel herken. Dat je zegt, de wereldproblemen, de oorlogen, de onrust, de crisissen die er zijn, die zijn best heel groot. En je voelt je soms wat ongemakkelijk van, helpt het om er wat aan te doen? En dan krijg je een diffuus beeld. Enerzijds zie je met name jongeren dat ze radicale keuzes maken en zeggen oké, dan doen we daar wat aan, dan wil ik mijn steentje bijdragen. En tegelijk zijn de problemen zo groot dat je eigenlijk zegt wat kan ik doen? Maar moet je voorstellen dat maar 5% van die 26.000 zegt, we kunnen nog eens ergens de schouders onder zetten. Maar voor de rest ligt die druk er wel en dat doet wat met je. Het is een generatie, zeggen we wel eens, die toch in de crisis groot geworden is. En ik heb erover na zitten denken en ik herken dat wel, want ik weet nog dat toen ik jong was, toen zaten we echt te mijmeren van hoe zal het verder gaan. Hè? Maar met andere woorden, the sky is the limit. Wat voor dingen zullen er uitgevonden worden? Het leek wel beter en beter. En de generatie weer boven mij, die had de struggles van de naoorlogse tijd meegemaakt en de wederopbouw, de ruwe jaren enzovoort. Maar toen zaten we in de lift en het werd mooier en de wereld lag voor onze voeten en de technologie ontwikkelde. Natuurlijk hielden we wel eens ons hart vast, maar je kon toch aardig mijmeren. Maar ik heb echt het idee dat de jongeren van vandaag de dag eigenlijk wel denken van, wordt het allemaal wel beter in de wereld? En dat die druk gevoeld wordt van hoe ga ik leven in een wereld met crisis? Financiële crisis hebben ze meegemaakt, misschien niet heel bewust, maar toch dat dingen omver gaan, zekerheden. En er is een huizencrisis waar de jongeren aardig mee zitten, begin met kamers en dan huizen. En de klimaatcrisis, en zo hebben we nog wel wat crisis. Ik zal niet zeggen, het is de crisisgeneratie, helemaal niet, dat zou overdreven zijn, maar toch denk ik dat het goed is dat we beseffen dat, al lijken ze misschien wel eens heel onverschillig door de wereld te lopen, kan mij die wereld schelen, maar dat over het algemeen de druk toch aardig gevoeld wordt, de overmacht. Wat kan ik eraan doen? Nou, mede naar aanleiding van dit onderzoek kwam er onder christelijke jongeren in Nederland de behoefte om een open brief te schrijven aan de kerk. Ook dat kunt u lezen in het nieuws. Misschien heb je de brief al wel gelezen. Je kunt hem bijvoorbeeld downloaden via EOB. Dan kun je lezen dat aan dominees, kerkleiders, voorgangers met name, en zo aan alle kerken de jongeren gezamenlijk een soort noodkreet hebben laten uitgaan. Een brief. Ik verwacht niet dat u dit nu gaat lezen hoor. Ik ga hem zelf wel even voorlezen en een paar dingen eruit lichten. Maar juist om te luisteren naar die stem van de jongeren. Wat willen jongeren duidelijk maken? Wat zouden ze ook richting de kerk willen zeggen? Vooral als je bedenkt dat uit het onderzoek bleek dat onder de Nederlandse jongeren maar 6% echt ervoor gekozen heeft om Jezus te volgen. 6%. Dat is niet veel. Zeker niet als je vergelijkt met jongeren wereldwijd, want die zitten op 22%. Dus Nederland is echt een bovengemiddeld geseculariseerd land en onze jongeren voelen dat. Maakt natuurlijk uit waar je groot wordt, maar toch is dat van belang. Maar 6%. En dat zit ook wel een beetje in een brief. Er zit een soort noodkreet in van alsjeblieft, er is iets aan de hand en we hebben jullie nodig. Ik ga de brief even voorlezen. Ik lees hem voor en ondertussen pik ik er eventjes een paar dingen uit. Aan alle voorgangers, dominees en kerkleiders van Nederland, dat is allemaal de kerken, met deze brief.
willen wij laten weten wat we meemaken, hoe we ons voelen en wat onze zorgen zijn. Wij zijn de 6% Nederlandse jongeren die onszelf hebben toegewijd aan een leven met God. Wij geloven, als je ziet, dat er heel verschillend uit. Sommigen van ons steken de handen in de lucht tijdens het zingen, anderen gaan alleen staan als de hele kerk dat doet. We lezen de Bijbel in gewone taal of alleen de Statenvertaling. We worden omringd door christelijke vrienden of zijn de enige gelovigen in de klas. Wij vinden die verschillen geen probleem, want we geloven allemaal in het verhaal van Jezus en dromen van een andere wereld. Net als onze leeftijdsgenoten maken wij ons zorgen over wereldwijde klimaatverandering, vervuiling, racisme, discriminatie vanwege seksuele geaardheid en online uitbuiten. Onrecht in deze wereld houdt ons bezig. We willen met onze generatie een verschil maken. Alleen weten we niet goed waar we moeten beginnen en langzaam maar zeker verliezen we de hoop dat de kerk ons kan helpen. We worden omringd door vrienden en klasgenoten die vrijwel niks weten van ons geloof. Bijna driekwart van de jongeren in Nederland voelt zich op geen enkele manier verbonden met het christendom. Wisten jullie dat er bijna geen plek op de wereld is waar zo weinig jonge mensen geloven? Wij willen onze generatie niet opgeven. We geloven in ons verhaal, maar we kunnen dit niet alleen. We hebben soms al moeite om ons eigen geloof vast te houden, om de Bijbel te lezen, om op zondag naar de kerk te gaan. Wij hebben jullie hulp nodig om te groeien in onze relatie met God. Wij zijn de 6%. Dat is niet veel, maar we geloven dat het genoeg kan zijn om onze generatie te bereiken. Onze leeftijdsgenoten weten misschien niks van Jezus, maar ze staan wel open om over zijn idealen te horen. Ze hebben geen hekel aan de kerk, ze vinden geloven niet vreemd. Ze weten er weinig van af, maar willen er best over leren. Dat is de open generatie. Wij hebben het nodig om te ervaren dat de kerk een plek is voor jongeren. En luister naar dit, we verlangen naar preken en verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt om Jezus te volgen. We zoeken naar manieren om geloof een plek te geven in ons leven. We willen over onze dromen vertellen, onze zorgen om de wereld delen, onze vragen stellen. Te vaak zitten wij in de kerk en horen we preken die niet over ons leven gaan. Geef ons ruimte, hou ons vast, praat met ons. Laten we samen op zoek gaan naar de 94%. Wij zijn de 6%. Wij zijn de toekomst. Ik houd vaak preken en dit raakt mij. En je kunt denken dat de jongeren veel van, en dat is ook zo, van het aloude evangelie moeten horen. En dat is ook zo. Er is een evangelie dat elke generatie overstijgt. Wat ook de nieuwe generatie gaat verbinden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En zij zullen op hun eigen manier dat evangelie handen en voeten geven. Ja, op Jezus' manier, op Gods manier, maar toch ook echt in hun tijd. En het gaat inderdaad ook om meer dan de idealen van Jezus, zoals die ook blijken in gerechtigheid en klimaat enzovoorts. Zeker. Maar hebben ze niet een punt? Ik vrees dat veel preken, en ik kijk allereerst mezelf aan, soms te veel gericht zijn op dat we goed zeggen hoe het is, maar te weinig hoe het werkt. We goed zeggen wat er nodig is, maar te weinig hoe dat dan gaat in het leven. We verlangen naar preken en verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt. Preken vanaf podiums en kansels, maar ook verhalen aan de keukentafel, in het gezin, in de familie en op school, hoe het werkt en hoe is dat dan om echt met Jezus te leven. Je kunt zeggen, ook jongeren moeten zich bekeren, ik zeg dat ook. En soms sluit ik niet aan en zeg ik hoop dat je Jezus gaat ontdekken. Maar als we over bekering spreken, dan moet het ook echt over het alledaagse leven gaan. Wat betekent dat als je naar school gaat, in de bus zit, je hobby's uitoefent, naar de studie begint, omgaan met geloof en wetenschap, al die dingen. En ze zeggen ook, we hebben jullie nodig. En wat zit er een verlangen in deze brief? Een verlangen waar ik heel graag naar luister. Afgelopen jaar was ik het boek Samen Jong. Er is hier een seminar over gegaan, ik geloof in een andere tent.
Het boek is ook wel te krijgen. En dat is ook gebaseerd op een onderzoek. Daar laat ik het er even bij. Het is gebaseerd op een onderzoek onder jongeren van 15 tot 29 na een jaar. Enkele jaren geleden, ook Gen Z zou je kunnen zeggen. En is vooral gekeken van hoe kunnen we nou kerk zijn dat zich niet op één generatie richt. We willen niet alleen maar een jeugdkerk. We willen een kerk waar alle generaties samen, dat is uniek aan de kerk. Waar alle generaties samen God prijzen, zijn woord ontvangen en daaruit leren leven. En in dat boek, het is een wereldwijd onderzoek ook geweest, hebben ze 6 kernwaarden gedestilleerd die richting geven aan kerken van dit vindt die generatie in ieder geval ontzettend belangrijk om aan te haken bij de kerk. En het maakt niet uit welke denominatie we zijn. Maar dit zijn kernwaarden waar je in ieder geval naar moet kijken. Dit is een soort spiegel en dit zijn ze. Je ziet, ik heb er keurig van internet geplukt. Je zou er normaal gesproken op kunnen klikken, moet je thuis ook zeker even doen. Maar kernwaarde 1 zegt, geef nou eens prioriteit aan jongeren. Hoe belangrijk zijn die jongeren? Beschouw jongeren niet als jongeren die onderweg zijn naar echt kerk zijn, maar dat ze prioriteit hebben, omdat je diep beseft dat het evangelie door moet. En daar wil ik ook wel een stap voor opzij doen als het nodig is. Of ook wel eens iets doen wat mij misschien niet helemaal ligt. En dan de boodschap van Jezus serieus nemen. De jongeren willen een helder verhaal. Dat mag pittig zijn. Dat mag inhoud hebben. De boodschap van Jezus moet je serieus nemen. Het moet echt ergens over gaan. En laten we hart hebben voor jongeren. En dat willen we graag merken als we in de kerk zijn. Dat ze dus ook zo aangesproken worden en gezien worden. Wat fijn dat je er bent. En we lopen met je op. En ik wil ook naar je luisteren. En dat je verantwoordelijkheid geeft. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ze zijn onderdeel van de kerk. Waarom schakelen we hen niet in? En een warme gemeenschap zijn. Dat je niet alleen voor de Bijbel en voor wat onderwijs naar de kerk komt, maar dat het ook een gemeenschap is. En beste buren zijn. Dat je weet, ja, als je elke zondag denkt, ja, ik ga naar de kerk, maar ik zou echt mijn vrienden nooit meenemen, is dat best lastig. En ik weet, het is heel lastig om te overwinnen soms, maar het moet ons wel aan het denken zetten. Hoe kan de kerk relevant zijn voor de eigen omgeving? Hoe ben je beste buren? Hoe kun je goede relaties onthouden met de omgeving van de kerk, in je eigen omgeving, zodat er echt iets uitgaat van de kerk? Belangrijke dingen als we willen nadenken als kerk over hoe het evangelie aan jongeren doorheen. Even terug naar die Gen Z, generatie Z Zoomers. Want ja, zij groeien op in onze cultuur, maar ook echt als een nieuwe generatie. Ik zei al, het is de generatie ongeveer geboren van 1997 tot 2012. Gen Z. En een van de meest kenmerkende dingen is dat het digital natives zijn. En digital natives wil zeggen dat ze dat omgaan met internet, smartphones enzovoorts nooit hebben hoeven leren, want het is ze met de paplepel ingegoten. Dat is voor deze generatie. Sommigen zijn opgegroeid in de tijd dat het ook in opkomst was. Maar af en toe, ja, ik vertel wel eens dat in het begin van mijn studententijd ik nog mijn best deed om maar 1 keer per dag in te bellen om een e-mail op te halen. Want ik kon je hard studeren. Maar dan zijn er, ook mijn kinderen kijken me aan. Niet alleen uit een ander tijdperk komen, maar ook van een andere planeet komen. Digital natives, dat wil zeggen ze zijn er helemaal mee opgegroeid. Het is vanzelf, het is ook niet een probleem, want ze kennen geen wereld zonder. Dat betekent dat ze meer feeling hebben vaak met leeftijdsgenoten aan de andere kant van de oceaan dan met een oudere generatie in de straat. Ja, dat doet iets met je. En ik zeg, ik ga er niet lelijk over lopen doen, want het is gewoon onze tijd. En ik denk dat zij er beter mee overweg kunnen dan mij. Maar het is wel goed om te weten. Ze zijn opgegroeid in een onzekere wereld. Waarin ook social media echt een belangrijke rol speelt. Identificatiefiguren. De tijd dat je een idool aan je muurtje ophangt is echt voorbij. Hè? Je volgt influencers enzovoorts. En je weet je soms mee verbonden, maar het geeft ook onzekerheid. Sommige mensen zijn zo ontzettend succesvol. Nou, ben ik dat niet? En hoe echt is het leven in de socials? Hoe dan ook, mobiele telefoons en sociale media zijn zeer bepalend. Facebook heeft nog niet lang geleden zijn 10e verjaardag gevierd. Ongelooflijk. Wie van jullie heeft Facebook? Boomers. Ja hoor. Onze generatie voelt zich echt als een nieuwe generatie, maar ook nog eens in onze cultuur. En daar wil ik ook even induiken, onze cultuur. En dat is natuurlijk een beetje link, hè, als ik de cultuur induik, want ja,
De cultuur is zo veelzijdig, heeft zoveel facetten in zich. Het is lastig om daar eenduidig over te spreken. En toch ga ik een poging wagen. En het eerste wat ik dan noem is dat wij in de cultuur hebben lastig wordt van secularisatie. En secularisatie is een woord dat komt van seculum, eeuw, tijdperk. En eigenlijk zegt dat woord, het is echt een ander woord op ontkerkelijking. Hè? Die vergissing wordt soms gemaakt. Kerken worden leeg, ontkerkelijking is secularisatie. Dat is niet het geval. Denk aan boeken als van Herman Paul bijvoorbeeld, die over de secularisatie van het hart spreekt en van ons verlangen. En dat is heel terecht. Je kunt een leven lang in de kerk zitten en toch geseculariseerd zijn, want op dit seculum gericht. Dat wil zeggen dat je leven niet meer georiënteerd is op de volledige doorbraak van Gods koninkrijk in de toekomst, maar dat het vervaagt, de hemel vervaagt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde vervagen en alle gewicht van het leven komt op het hier en nu terecht. Dat is secularisatie. Dus dan kun je in de kerk zitten en toch bezig zijn met je huis, je auto en noem maar op. En dat je niet echt je hart aan Jezus en zijn toekomst kwijt bent geraakt. Dat is secularisatie. En dan is er zo'n, u kent hem wel, zo'n Vlaamse psychiater, Dirk de Wachter. En die heeft daar een prachtig woord voor bedacht. Die zegt, wij lijden in onze tijd aan een bijzondere mate van ikkigheid. Wij noemen dat normaal egoïsme, maar ik vind het een heerlijk woord. Op zijn Vlaams klinkt het ook nog beter al. Maar ikkigheid, dat wil zeggen, het klinkt liefelijk haast, maar het zit door alles heen. Die Dirk de Wachter, die zelf overigens geen christen is, maar die legt er wel de vinger bij dat wij de hemel hebben afgeschaft. En nu wil hij daar niet naar terug, maar hij zegt dat legt wel enorme druk op deze tijd. Je moet gelukkig zijn. En op het moment dat je overal een 9 voor wil halen, je leven moet zo gelukkig zijn dat het een 9 krijgt, dan word je ongelukkig, want het geeft een krampachtigheid. Misschien ken je zijn boek De Kunst van het Ongelukkig Zijn. Ik vind dat een zeer aansprekend boek. En soms denk ik wel eens dat Dirk de Wachter de meest christelijke niet-christen is. Nou, dat is een beetje raar gezegd. Maar ik bedoel, hij zegt soms dingen waar je de Bijbel ook nog naast kan leggen. Hij is zelf geen christen. Maar je kunt er wel een hoop van leren. En dat heeft ook hiermee te maken, met de maakbaarheid van het leven. Dat is ook een trek in onze cultuur. En daar hebben we allemaal iets mee te maken. Je hebt er in zekere zin allemaal last van, maar ik denk dat met name de jonge generatie, Gen Z, dat ook echt als druk ervaart. Ik moet zoveel honderd jongeren zijn. Ik zeg, wat moet je dan allemaal? Maar er zit heel veel, wat letterlijk moet, maar er zit ook heel veel net onder de oppervlakte. En er zit ook die maatschappelijke druk op, van ik moet het maken. De lat ligt hoog op een bepaalde manier. En dat heeft ook hier weer mee te maken. Ik veeg maar zo even van alles bij elkaar. Ik maak een typering en daarmee zeg ik niet alles. Ik zal het straks nog een keer zeggen. Infobesitas, een overmaat aan prikkels en informatie. Herkenbaar? Ja. Voortdurend vol, overladen. Een Vlaamse arts, Besmet, die noemde dat verveling. Het is zoveel. Prachtig woord, verveling. Het is allemaal zoveel. Je wordt geleefd. Dat was al een term bij ons, maar nu is het helemaal raak. Je wordt geleefd, je moet zoveel. Allemaal prikkels, je moet ook wel op reageren, je moet erbij zijn. Het is zo moeilijk om je leven zo in te richten dat je met de gaven die je hebt ook echt keuzes kan maken, verantwoordelijkheid kan maken. In die hele oerwoud van verveling. Kom nog eens bij. Termen natuurlijk uitgekoud en wel ga ik vanuit FOMO, fear of missing out, bang om iets te missen. Stel je voor, je legt dat ding weg en je mist van alles. Ik moet reageren, anders denken ze, is het niet goed, fear of missing out. FOMO, fear of being offline, zeggen sommigen. Sommigen zeggen fear of boring out, dat ik me verveel. Het zit er allemaal in. En dat leidt tot, herkenbaar toch, aandachtsverlies. Dat is je concentratieboog. Die wordt door de generaties heen niet speciaal langer, toch? Aandachtsverlies, concentratieverlies. Ik denk wel eens, als ik mensen zeg, jongens, lees voordat je gaat slapen, nou is echt even een stukje uit de Bijbel. En dan zie je dat boek met die zwarte lettertjes nadat je op Instagram en TikTok hebt gezeten. Ja, er is ook een beetje een ongelijke strijd aan, hè? Hoe bedoel je dat dan? Hoe zorg je dat je tot rust komt? Dat het echt eens even binnen kan komen? Dat je ogen niet vliegen over het scherm, maar je aan het swipen bent, maar je even stilzet om te luisteren naar de stem van God.
Het is echt niet eenvoudig. En tegenover deze dingen zou ik zeggen, we hebben dus wat meer verveling nodig. En dan echt die verveling vervelen. Als onze kinderen zeggen, ik heb even niks te doen, dan zeg ik, dat gaat de goede kant op. Nou, dan ontstaat creativiteit, hè? Creativiteit heeft ruimte, natuur nodig, rust enzovoort. En als je altijd maar moet opletten. Het is niet alleen iets van de jongen hoor, we hebben er zelf ook last van. Je hebt even niks te doen, en voordat je het weet heb je iets in je hand. Het lijkt wel of dat ding ermee vergroeid raakt, een wortelskind. Maar kunnen wij nog eens even niks doen? En de stilte en de omgeving zien. Hoe kan het soms dat je een dag door bent gegaan en je hebt niet genoten van het vogelgeluid, van de bomen en van de natuur en dat je onderweg was en dat je aandacht had, aandachtig leven, verveling. En nou ja, we weten allemaal, dat leren we onze kinderen ook, dat je een bepaalde hygiëne nodig hebt, toch? Je hebt hygiëne nodig, want ja, je moet je reinigen en zo, rust, reinigen, regelmatig, ik kon mijn ouders nog praten. Maar ook mentaal is dat nodig. Ik zie zoveel jongeren die slapen slecht omdat ze totaal overprikkeld zijn en altijd maar aan moeten staan. Wel, en op een gegeven moment gaat dat ding wel op een nachtkastje naast dat schermpje nog af en toe oplicht. Dat helpt ook al niet. Hou dat ding bij je bed vandaan. Nu, geeft onzekerheid. Ik wil niet alle jongeren over een kam scheren, helemaal niet. Maar het gebeurt wel met onzekerheid. Ik kijk naar die wereld om me heen, hoe echt is die wereld? En ik leef daarin, en wie ben ik dan? En het geeft stress. Het is opmerkelijk, hè, dat we lezen van veel burn-outs op middelbare scholen. Nou vraag ik je, dat moet een onbezorgde leeftijd zijn. Waar je alleen stress hebt als je niet geleerd hebt voor een repetitie. Zo zou het moeten zijn. Maar er zijn burn-outs, hoe komt dat? De lat ligt naar hun gevoel op een bepaalde manier heel hoog. Ik moet aan idealen voldoen. En dat geeft perfectionisme. Perfectionisme. Niet het klassieke perfectionisme alleen van iemand die dichtklapt tijdens een examen of zo. Maar een algemeen gevoel van de lat ligt zo ontzettend hoog. En dan moet je ook nog keuzes maken voor een profiel en een studie. En dan zeggen we, daar krijg je kiespijn van. Kiespijn. Namelijk, ik moet kiezen, want kiezen is verliezen en dat is lastig. En dan heb je ook nog een flex commitment, wat erg kenmerkend is voor de jongere generatie. Heb je het wel eens gemerkt, de jongeren, dat ze als je 3 dagen van tevoren zegt, zullen we afspreken, dat we dat graag nog openlaten, want er kan altijd nog iets leuks tussendoor komen. Ik wil me niet vastleggen. En je ziet het zelfs in relaties. Ik kan wel een relatie aangaan, maar ik zal al bindingsangst hebben. Nee, flex commitment. Want dat betekent dat je ervoor moet gaan en ja, stel voor dat er iemand in Australië leeft die nog leuker is. Ik overdrijf, u begrijpt het allemaal wel. Maar dat flex commitment is heel belangrijk. Want kun je ergens aan binden en er dan voor gaan, ook als je dan vervolgens ziet. Hè, je geeft ook als medewerker bij opwekking bijvoorbeeld. Hè, en dan zie je, dan zit je er vast. Maar dan kun je, als er een volgend aanbod komt, moet je wat anders doen. Dus het liefst spreken we s'avonds laat voor de volgende dag af. Want dan ben je vrij flex. Handig. En dat past in de tijd, we hebben het gezien, dat je van lidmaatschappen, vereniging, zaal, dat we veel meer naar een netwerksamenleving zijn gegaan. Dat klopt wel. Maar hier, dit komt er nog overheen, dat flex commitment. En dan zwijg ik nog over bedflixen en slaapschuld. Dat soms we wel eens met jongeren optrekken. En zeg dat is hier aan de hand. Dan moeten we diepe gesprekken voeren, maar met sommige dingen lossen zich ook op als je gewoon eens normaal slaapt. Is dit nou een eerlijke typering? Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Want dan zou ik ook heel veel fantastische dingen over de jongeren zeggen. En over hun radicaliteit en hun commitment die op sommige punten excelleert. En er is nog veel meer te zeggen. En toch denk ik dat dit dingen zijn die ergens wel iets van herkenning oproepen. Onze jonge generatie. Met dat er steeds minder christenen zijn in Nederland, ik noemde al 6% tegenover 22% wereldwijd, wordt het steeds belangrijker om te beseffen dat we als christen niet kunnen leunen op de groep, wel een beetje op je eigen kerk of gemeente of wat dan ook. En als je christelijke familie hebt, kan het ontzettend mooi kader geven, maar dat je er echt ergens alleen voor durft te staan. Dat je leert om tegen de stroom in te gaan. Dat is voor elke christen van alle tijden van belang, maar het is juist als Nederland seculierder wordt,
met die 6% belangrijker en belangrijker. En waar je, misschien ik boven mij, de generatie boven mij nog heel erg meeging, ik ben zo opgevoed en ik ga in de kerkelijke traditie verder en ik heb er niet altijd even diep over nagedacht en God heeft zijn wegen voor de tijd geschreven, maar zie je juist nu nog veel bewuster voor Jezus kiezen. Dat is ook iets moois in de nieuwe generatie, want de dingen spreken niet vanzelf. En daarom, ik wil jullie eigenlijk 3 korte Bijbelverhalen vertellen, zomaar in het kort. Want de Bijbel vertelt ons, en dat ik zou het zo graag meegeven aan onze jongeren, denk aan Jozua en Caleb. Een van de 12 verspieders of spionnen die het land gingen verkennen en terugkwamen. En die 10 zeiden onbegonnen werk. Reuzen. Echt niet te doen. Waren we maar nooit uit Egypte vertrokken. En er zijn daar Jozua en Caleb en die zeggen, ja, dat hebben wij ook gezien. Maar wij geloven dat onze God ons hier heeft gebracht. En met zijn kracht zullen wij overwinnen. Al zijn wij maar in hun ogen als springhanen. Maar dat alleen staan levert wel op dat zij stenen oppakten om hem te stenigen. Gelukkig is dat tegengehouden, maar alleen staan is niet altijd makkelijk. Daniel en zijn vrienden, op een leeftijd van 15 jaar ongeveer, weggevoerd uit Jeruzalem. Met zijn 3 vrienden komen ze aan het hof van de Babylonische koning en ze krijgen de kans op een flitscarrière. Ze zijn clever. Ze worden in een selectieprogramma geplaatst. Maar het is ook een hersenschoolprogramma. Ze moeten de Babylonische cultuur gaan leren. Ze moeten de taal gaan spreken. Ze krijgen de typische heidense vakken. Maar hun naam die verwijst naar Israëls God wordt ingeruild voor namen die verwijzen naar Babylonische goden. Met andere woorden, opvoeding wordt uitgewist. Dat gevoel kun je ook hebben als je jongeren de wereld in gaan studeren. En wat is je invloed dan nog? En dan nemen zij zich in hun hart voor zich niet te laten verontreinigen door de spijzen van de tafel van de koning. En ik denk, ja, als je die keuze maakt terwijl je neus boven de vleespotten van de koning is en denkt erom dat ze koken konden, denk ik daar, aan het hof, dan ben je te laat. Dan ga je voor de bel met je knorrende maag. Dan zeg ik, doe mij maar sla. Maar die jongens die hadden een voornemen in hun hart om zich niet te verontreinigen. Ze stonden ergens voor en dat kon niet anders. Daarom zeg ik ook wel eens, voor het 12e levensjaar moet je er zoveel van het evangelie inleggen en voorleven, zodat als ze in de roerige jaren terechtkomen, dat ze er ergens niet omheen kunnen. Dat het altijd tintelt, zeg maar. Dat het altijd aanwezig is. En dat is blijkbaar in het leven van Daniel en zijn vrienden ook gebeurd. En Nehemia dan? Dat is wel een ander verhaal. Dat was van geen jongeren. Maar Nehemia is wel iemand die toen ze terugkwamen uit ballingschap gebleven is in het inmiddels Persische Rijk. En daar zou ik eigenlijk de jongeren naartoe willen hebben. Niet in die van dat ik voorschrijf waar ze blijven moeten, maar dat je op zo'n hoge positie als Nehemia had, als de schenker, maar ga er maar vanuit dat het een hoge politieke functie was, dat hij een adviseur was. De spindokter zou je kunnen zeggen, Nehemia de spindokter en wijnschenker van de koning van Perzië. Maar hij hoort van de verschrikkelijke situatie in Jeruzalem en dat gaat hem zo aan zijn hart dat hij gaat zitten om te bidden. Maar hij blijft zijn werk doen en die koning ziet dat zijn gezicht niet helemaal zo vrij staat en zegt, wat is er aan de hand? En dan zegt hij, ja, mijn hart ligt toch bij Jeruzalem en het gaat daar niet goed. Wat wil je dan, zegt die koning? En dat is zo'n moment dat je denkt, nu komt het erop aan. En dan staat er in Nehemia 2 vers 4, toen bad ik tot de God van de hemel. Ondertussen zei hij door, en gaat hij door enzovoort. Met andere woorden, hij bidt gewoon even tijdens zijn werk. Hij doet daar zijn werk, hij doet het in verantwoordelijkheid, in een heidense omgeving. Maar zijn hart is bij God. Dat bedoel ik met durf te staan. Durf je positie in te nemen. Het is zo belangrijk dat jongeren niet maar traditie meekrijgen, maar dat ze leren wat het is om Jezus te volgen in hun dagelijks leven. En daarom wil ik iets in kort vertellen van, jullie hebben gehoord dat ik directeur ben van de Evangelische Hogeschool. En dat is voor mij een heel verrijkende omgeving, omdat ik dagelijks met jongeren van zo'n 17 tot 22 jaar werk en in gesprek ben, die ervoor kiezen om stil te staan, om verder te komen. Om stevig in je schoenen te staan, je zou kunnen zeggen stevig in je geloofsschoenen, want wat wij doen is, we geven heel veel geloofsontwikkeling mee. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, dat je, ja, wij merken dat jongeren ook door de socials, denk ik,
Herken je dat? Steeds later volwassen worden, soms heel vroeg volwassen dingen kunnen doen, maar tegelijk moeten ze al jong belangrijke keuzes maken, levenskeuzes, ook studiekeuze. En vaak denken ze, ja, maar daar ben ik niet aan toe, want heb ik alles al gezien en weet ik wel wie ik ben en wat mijn gaven, mijn talenten zijn. Dus daar helpen we ze bij, zodat je echt bewust, stevig in je schoenen staat, gevormd bent in het christelijk geloof, maar dat je ook nagedacht hebt, hoe zit de wereld dan in elkaar? En dat je dus christelijk kan zijn in deze maatschappij. En wat wij dan willen, en dat zeg ik niet om iets over de EH te vertellen, maar om iets te delen van die ervaring, ook voor jullie eigen werk in kerk en gezin en waar je ook staat. Maar dat je een gaaf mens bent, een heel mens. Niet iemand van zondag anders dan maandag, stille tijd anders dan het leven. En je hebt het nodig om het leven met God te ondersteunen. Maar dat je een mens uit één stuk bent. En dat het volgen van Jezus dus niet alleen van bijzondere momenten van aanbidding is, maar dat het in de haarvaten van heel je leven zit. Daar willen we naar op zoek. En eigenlijk zou dit onze wens zijn, dat elke christen een influencer is. Niet met een stralenkrans of wat dan ook, niet omdat je nou zo populair bent. Maar ik geloof toch dat waar jij met Jezus in je hart, je dagelijks werk doet, wat je ook bent, dan ben je tot invloed van mensen. Soms merk je dat, soms merk je het niet, maar je bent het wel. Elke christen moet weten waar hij voor staat. Zoals Paulus zegt, ik weet in wie ik heb geloofd. Zo'n mooie tekst, ik weet in wie ik heb geloofd. Ik vertrouw erop, ik ken hem. En nou is het misschien zoeken en het gaat met vallen en opstaan, maar zo wil ik leven. En dan even wat scherper naar ons toe, hè? Wat nou als de jongeren dan naar ons toe komen en zeggen, hoe zit het dan met de ontwikkeling van mijn ouders? Want we kunnen wel altijd de eenrichtingsverkeer opkijken van die jongeren, toch de jeugd van tegenwoordig enzovoorts. Maar jongeren zeggen tegen mij, hoe zit het met mijn ouders? Is die ontwikkeling wel doorgegaan? Waarom spreken ze niet heel open over het geloof? Waarom zie ik niet dat ze als een christen zaken doen, communiceren, relaties onderhouden, keuzes maken in hun hobby's? Onze ontwikkeling mag toch niet stil blijven staan? Hoeveel openheid, hoeveel kwetsbaarheid brengen we mee naar onze jongeren? Wat kunnen we doen? Vijf dingen. Ik ga vijf dingen erover zeggen. Aan de hand van vijf antwoorden. Vijf dingen. Het is natuurlijk niet volledig, hè? Het is niet zo moeilijk om er zes, zeven en acht erbij te zien. En toch kies ik ervoor om deze vijf met jullie te delen vanochtend. Vijf dingen. Allereerst, ik zei al, ik kom daarop terug op het gebed. Nogmaals, niet om het maar genoemd te hebben. Bid elke dag voor je kinderen en je jongeren. Ook als je zelf geen kinderen hebt. Voor de jongeren van de gemeente. Voor de christelijke 6% van de jongeren. Ze hebben uw gebed nodig. Want, twee dingen. Gebed verandert iets in de hemel. God regeert de wereld vanaf zijn troon. Door Jezus Christus. Maar ook door de gebeden van de heiligen. Lees Openbaring. God regeert ook door de gebeden van de gelovigen heen. Gebed verandert iets in de hemel, om zo te zeggen. Maar tweede, gebed verandert ook iets hier van binnen. Op het moment dat je voor je lastige buurman bidt, verandert die buurman. Ja, dat denk je. Het kan wel zijn dat je eigen houding verandert. Ik had eens iemand die zei, ja, ik heb iemand in de klas, die is zo lastig, zo verschrikkelijk lastig. Dan zei je ander, daar moet je voor gaan bidden, dat doe ik. En na twee weken zei hij, nou, het werkt echt. Hij gedraagt zich veel beter in de klas. Maar dat was maar de vraag, wat er nou precies veranderd was. Misschien was de eigen houding opletterend geworden. En als je zondags naar de kerk gaat en je bidt dat er nieuwe mensen mogen komen waar je aandacht voor hebt, dan kom je de kerk ook anders binnen, als dat je dat helemaal niet doet. Dan zijn je kinderen ook toe. Bid voor je jongeren, want dat verandert ook bij ons iets. Sensitiviteit, ontvankelijkheid, kwetsbaarheid, openheid. Gebed verandert. Heer, leer mij de juiste toon te vinden. Leer mij om niet belerend alleen te waarschuwen, maar echt te luisteren waar staan ze. Gebed bevrijdt ook van krampachtigheid. Ik moet het doen. In het gebed zien wij Jezus met eer en heerlijkheid groot. Het gebed. Tweede, we mogen eerst even naar het plaatje kijken. Ik vind het heel leuk.
Hoe krijg je van elkaar dat je kinderen boeken lezen? Ja, wat denk je zelf? Het evangelie doorgeven is het evangelie voorleven. Voorbeelden, identificatiefiguren. U kent het allemaal, ik vertel niets nieuws. Maar ik kan het niet nalaten om zoveel strepen onder te zetten als maar kan. Ik vraag je wel, noem nou eens iemand van de generatie boven je waaraan jij echt ziet. Dat is een christen die in alles met Jezus wandelt. En dan vallen wij soms gewoon een beetje tegen dat het best wel lang stil blijft. En dan komen ze wel hoor, en het is heerlijk als ik zeg, mijn vader moet om, is het heerlijk als ze dat zeggen. Maar het gebeurt niet altijd. Niet omdat ze denken dat zijn geen goede christenen of zo. Ik weet niet wat goede christenen zijn, maar goed. Maar dat het niet echt open ligt, dat ze niet goed weten hoe het werkt. Dat het niet open ligt in de communicatie, dat vind ik zo jammer. Dan kun je in de kerk aandacht geven voor jongeren, maar dat kan ertoe leiden. Ik vind dat ik moet doen, maar dat kan ertoe leiden dat je van die groepen in de kerk krijgt. De ouderen, de jongeren, maar wat zou het mooi zijn als jong en oud met elkaar in gesprek raakt. En ze leren van de levenservaring van ouderen. Zoals kerk over de generaties heen. Kerk moet meer zijn dan alleen gevoed worden persoonlijk, maar een gemeenschap, een warme gemeenschap. Zoals jongeren verlangen. We moeten goed weten dat wij het geloof overdragen, niet alleen in woorden, maar juist in die dingen die niet expliciet zijn. Zover dat als ik bijvoorbeeld, ik heb het er anders onder gelezen, dat je op een gegeven moment zegt, ik heb geen tijd als ze iets willen laten zien, of dat je ook dat iets communiceert van een godsbeeld. Ik zeg dat niet om ons allemaal heel zenuwachtig te maken, want we zullen allemaal fouten maken, maar wij dragen het geloof op zoveel meer manieren over dan als we de kinderbijbel of de Bijbel samen aan tafel lezen hebben. Of echt zeggen, we moeten dus praten samen. Ja, dat gaat lekker. Ja, dus het moet geïntegreerd zijn in het leven. Daar kom ik nog even op. Paulus zegt aan Timotheus, je bent mij nagevolgd in mijn onderwijs, mijn levenswandel, mijn levensopvatting, geloof, geduld, liefde en volharding. 2 Timotheus 3 vers 10. En wat ik daar zo fascinerend aan vind, is dat daar dat woord levensopvatting in zit. Ik kijk als christen op een bepaalde manier naar het leven. En dat beïnvloedt hoe ik mijn zaken doe. Hoe ik mijn hobby's inricht, hoe ik met mijn tijd omga, hoe ik communiceer met mijn familie, met andere mensen, met mijn buren enzovoort. Ik sta op een bepaalde manier in het leven. Dus geef niet alleen het wat door, wat is het christelijk geloof, geef niet alleen het waarom door, waarom is het zo belangrijk om te geloven, maar geef alsjeblieft ook het hoe door. Steeds weer vragen, hoe werkt dat dan bij mij? Dat betekent dat je, als je opvoeder bent, dat je heel vaak in de spiegel kijkt en ook onaangename dingen ziet. Dat is ook zo. Maar dat moet dan maar. Maar geef ook het hoe door. En daarom, als het thema is, maar wij zijn Jezus, wil ik daar eigenlijk de vraag bij stellen, kun je ook zeggen, maar zij zien Jezus in ons. Maar zij zien Jezus in ons. En zien ze dan hoe dat is? Het gaat er niet om dat je perfect bent. Opvoeders zeggen zelfs dat als je ongeveer 20% goed doet, dat je dan ongeveer goed zit. Mits je maar terug kan komen op je fout. Maar dat laatste vraagt je kwetsbaarheid, gebed en openheid. Derde, wij gaan het evangelie wel echt doorgeven. Het is zo belangrijk dat je zelf thuis bent in het evangelie. Want soms is er correctie nodig. Dan wordt Jezus alleen als voorbeeld gezien. En dan hebben we het over de idealen, want daar kunnen we onze leeftijdsgenoten beter mee bereiken. En ik wil echt niet kritisch zijn op die brief. Ik vind het nog steeds ontzettend mooi. Maar dat zou een punt zijn. Dat zou een gesprek waard zijn. Prachtig. Het gaat ook over dat aloude evangelie van zonde, genade, van aanvaarding in Gods liefde en van bekering, van toewijding. En van gedragen zijn, dat evangelie moet wij ons eigen maken. De grootheid van God, de glorie van God, de rijkdom van het evangelie, de overwinning van de Heer Jezus Christus. En dat er dus, en mag dat blijken in ons leven, dat er ook in de moeilijkheden van het leven hoop is. Dat de gebrokenheid, de schaduwen die over ons leven vallen, waar onze jongeren al zoveel van zien, dat die voorbij gaan. De schaduwen gaan voorbij. En daar is dan de nieuwe morgen als Jezus verschijnt. Die echte hoop van het evangelie mag ons leven vullen
en stempelen en het is belangrijk om zo onze helden voor te gaan. 4. Uitnodigende openheid. Uitnodigende openheid. Dit is dan nog zo'n mooi plaatje van een echt gesprek. Prachtig. Gezellig gesprek vooral. Maar het zijn niet altijd die momenten, we moeten eens praten, dat werkt niet altijd. Deuteronomium 6 zegt, spreek over die ene naam van God, scherp het ze in. Wanneer? Als je opstaat en als je neerlegt, als je thuis bent en als je onderweg gaat. Iets van, het moet zo gewoon zijn om ook over het geloof te praten. Een ruzie op school, een conflict. Spreken we er ook over in het licht van het geloof. Niet om overgeestelijk te doen, zo bedoel ik dat niet. Maar wel om alles, het hele leven in het licht te zetten van het evangelie. En uitnodigende openheid, daarmee bedoel ik ook, er zit ook iets van kwetsbaarheid in. Kwetsbaarheid in. Niet ik ga het jou vertellen, maar ook vertel jij eens. Wat kan ik van jou leren? Hoe werken die dingen dan bij jou? Want het is gewoon zo dat als je een tiener hebt in huis, als echt de Heilige Geest in mijn hart werkt, dat betekent iedereen dat ze opeens een vuile sokken wel opruimen. Ik bedoel maar, het blijven, ze blijven leeftijdsadequaat zoals wij dat ook zijn. Maar echt in gesprek van hoe werkt het dan? Waar blijft jouw keuze? Maar ook naar jezelf toe. Dat je, en dat we eerlijk daarin zijn dat het voor elk mens een biddende zoektocht is om Jezus te volgen. Laatste, die vijfde. Ruimte voor vragen, echte vragen. Ik heb mij in een tijd dat ik enorm twijfelde over het geloof. Terwijl ik dacht dat ik altijd geloof als kind. En ik spreek jongeren die zeggen, ik geloof altijd als kind heel duidelijk. Maar nu zit ik zo boordevol vragen. Kwaad in het leven, lijden. Waarom doet God er nu wat aan? Ik krijg het niet meer bij elkaar. Het voelt zo ongeloofwaardig. En ik heb die vraag. Ik dacht dat ik dingen was. Ik durfde in de kerk er niet meer over te praten. Want ik dacht, ja, ze zullen maar heel raar aankijken. Oh, wat erg, ik twijfel. Maar er zijn er zoveel. Haal die jongeren alsjeblieft uit hun eenzaamheid weg. Eenzaamheid is sowieso een probleem. We zijn onder velen, maar je kunt je toch eenzaam voelen. Je kunt in een groep staan en je toch niet gezien weten. Van ik geloof ook dat je met al je vragen bent, kan ik er ergens bij terecht? Alsjeblieft, laat er ruimte zijn voor help. Ik twijfel. Daar mag je het over hebben, dat is helemaal niet gek. Dan kunnen we vervolgens ook eens nadenken wat het betekent om te geloven. Want geloof is niet een kwestie van, ik heb een antwoord op al mijn vragen en heb ik het onder de knie. Geloven is dat Jezus zo groot en heerlijk voor je wordt, en God, dat je als het ware door hem gegrepen bent, van harte geloof, terwijl er heel wat vragen open blijven staan. En dan kun je het uithouden met die vragen. Waarom? Omdat je die ene vraag niet klein kan krijgen. Waarom had God de wereld zo lief dat hij zijn zoon tot aan het kruis gaf? Die vraag is ook onbeantwoordbaar. Dat is zo diep. Maar van daaruit kun je van harte geloven. Ik heb daar in een boekje wat volgende maand verschijnt aandacht voor de vraag. Geloof doe je zo met een hoofdstukje over twijfel daarin. En ik hoop dat dat tot zegen zal zijn voor de jongeren. Wat kun je doen? Vijf. Deze vijf dingen. Gebed. Voorbeeld, het evangelie kennen, uitnodigende openheid in gesprek en ruimte voor gesprekken over twijfel. Wij gaan afronden. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid op de kans. Vergeet het niet, het is een tekst die moet je vanuit de conferentie meenemen en denken. En ja, je zou het kunnen zeggen, in praktijk brengen in geloof en in gebed. Zie op Jezus, de overwinnaar, die in heerlijkheid gekroond is. En laat ik dan met een bemoedigende tekstmodel afsluiten. Jezaja profiteerde reeds over de uitstorting van de Heilige Geest. Ik zal water gieten op het dorstige en het stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomeling. Een oud-Israëlische belofte van Jezaja 44 had al laten zien dat God ook met die nieuwe generatie ook op dat nageslag verder weg aan uw nakomeling. Laten we de vinger leggen bij de rijkdom van deze belofte en hoop hebben voor de toekomst van de kerk in Nederland. Ik wil jullie danken voor jullie aandacht. Ik wil twee dingen zeggen. De eerste is, wij hebben een heel klein tijdslokje voor als er nog een vraag is, maar neem dan even de moeite om naar een microfoon te lopen die daar staat of kan. Het gaat echt om
een paar minuten dat het tijd voor is. Straks, als we weer heerlijk uit elkaar zwemmen, ben ik nog wel even te vinden in de buurt van de EH-stem. Dus als je zegt, ik vind het leuk om daar een vraag over te stellen, of even persoonlijk over door te praten, wees welkom, maar wees ook zeker welkom bij al het andere wat hier allemaal te beleven valt. Maar neem in ieder geval deze dingen mee. Maar zij zien Jezus. Hoe zien zij Jezus in ons? Dank voor uw aandacht.